Goedemorgen allemaal, dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd en ik ga weer weekvloggen. Een weekvlog in quarantaine, superleuk. Hashtag not. Nee, het is vandaag dus Koningsdag en ik heb deze week vakantie van school, zeg maar, van de online lessen. En ik ga vandaag naar het Vondelpark met Isabelle en Bo, supergezellig. Ik heb hier even lekker een koffietje. Ja, Koningsdag anders dan normaal. Normaal was ik lekker gaan zuipen, gaan feesten, weet ik het allemaal. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet door. Dus ja, wij gaan gezellig naar het Vondelpark. We gaan wel lekker hapjes maken. Ik ga zo boodschappen doen en wat hapjes halen en zo. En helemaal top. Super veel zin in. En het is echt super mooi weer. Kijk dan. De zon schijnt. Heerlijk. Oké, ik heb dus net even boodschappen gedaan bij de Dirk. Ik heb een stokbrood gehaald. Oh. Kijk hoe kapot leuk. We hebben zo'n picknickmand. Maar ik heb een stokbrood gehaald. Dan heb ik dit gemaakt. Van die tomaat, basilicum, mozzarella dingen. En dan heb ik hier wat dipjes olijven, bruschetta en worstjes. En Bo gaat een pasta salade maken. Isabel die gaat wraps maken. En toetje en weet ik het allemaal. Veel te veel. We hebben sowieso veel te veel. Maar we gaan dus naar het Vondelpark. Kapot leuk. Dus ja. Ik ben nu een beetje aan het wachten tot we weg kunnen eigenlijk. Nou, we hebben het gehaald. Yes. Super chill, want het is dus gratis parkeren op feestdagen. Yes. We hebben helemaal picknickmand, cool tassie, kleedjes en nou, helemaal leuk. We kunnen niet op het festival, dus we gaan lekker picknicken, vreten. Ja, hey. Kan je nog een mooie kijken die ingeraakt is? Wat goed! We hebben de helft op. Lekker meid. Ja, we hebben de helft opgegeten. Maakt niet uit. Het is echt kapot druk in het Vondelpark, niet normaal. Ja, het maar ja. Het is inmiddels avond, ik ben echt doodmoe. Het is 11 uur. In het Vondelpark kwamen we vrienden tegen. Super gezellig. En toen zijn we met hun sushi gaan halen bij Café in the City. Super lekker afval sushi. Toen gingen we bij iemand thuis opeten. Super gezellig was het. Nu ben ik thuis en nu ga ik gewoon lekker slapen, want ik ben doodmoe. Ik zie jullie morgen weer. Bye bitches. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is echt kut weer. Het regent gewoon. Ik moet veel doen voor school en allemaal dingetjes doen. Ik moet gewoon veel doen. Ik heb net gedoucht. Als je kan zien, ik moet zo boodschappen doen voor mijn oma. Want mijn oma wil natuurlijk niet de deur uit nu. Dus ik doe heel veel boodschappen voor mijn oma. Dus dat ga ik zo meteen even doen. Het is nu 11:30. Ik moet eigenlijk ook even mijn kamer opruimen. Ik moet eigenlijk ook nog ding op United Wardrobe zetten. Ik moet video's opnemen, video editen, de weekvlog die we ook morgen online hebben. Dat is het. Ik zat dus net een iftar mukbang te kijken, of het was geen mukbang, volgens mij was het een vlog. En dat bracht me op het idee om misschien ook een dag mee te doen aan de Ramadan. Ik weet niet, het lijkt me op zich best wel een soort gaaf om interessant om dat gewoon een keer te doen. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Ja, om te kijken of ik dat kan en hoe dat voelt en zo. Ik denk echt dat ik dat een keer ga doen. Dus dat ga ik dan ook sowieso vastleggen. Dus laat maar even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Oh ja, en trouwens, ik heb de 14k bereikt. Echt zo leuk, jongens. Ik wil jullie echt allemaal bedanken voor iedereen die kijkt. Het is gewoon, ja, echt. Ik ben echt dankbaar. Gewoon voor iedereen die kijkt en die me berichtjes stuurt. Ik vind het zo leuk. En zonder jullie was het gewoon echt niet mogelijk. Want ja, dat is natuurlijk wel gewoon logisch. Maar ja, gewoon een dankje naar jullie. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En dat jullie me supporten. Want ja, I love you. I love you, I love you. Ik haal mezelf. Het is intussen alweer 12:30. Ik heb weer nog geen motherfucking shit gedaan. Maar ik moet dus naar mijn oma. Door mijn oma fietsen. Het regent. Dus ik heb er helemaal geen zin in. Ik ga mijn oma even bellen. Ik moest eigenlijk ook nog de dokter bellen, maar dat ben ik dus ook weer vergeten. Jezus, het gaat helemaal kut. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga even een lijstje maken met allemaal wat ik moet doen. Want ik ontplof in mijn hoofd en ik moet vanmiddag ook werken. Nee.
Ik moet naar mijn werk fietsen. In de regen. Oké, ik zit nu in de auto van mijn oma en ik ga even boodschapjes voor haar doen. Dit gaan we even niet doen. Ik kan de camera hier niet neerzetten. Goedemorgen allemaal, het is alweer woensdag. Het is alweer woensdag. Het is weer een grauwe dag. Echt verschrikkelijk. Ik vind het echt niet leuk. Dan heb ik vakantie. Ik heb gewoon geen online lessen. Maar dan is het zo weer. Ik dacht, ik ga lekker varen. En weet ik het allemaal. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen werken. Het is nu iets van 12 uur of zo. Ik ga extra werken. Want het is heel druk. En ik heb me even klaargemaakt. Ik heb gewoon een trui aan en een flarebroek. En ik ga eerst even wat eten. Maar echt, ik verveel me dood. Het is ook gewoon raar werken, maar niet uit. Ik heb gisteren, ik weet niet meer wat ik gisteren voor het laatst heb gevlogd. Ik ben gisteravond ook gaan werken. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik heb gevlogd voor het laatst. En ik heb net de weekvlog van vorige week online gezet. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken weer. Ik heb al een tijdje het echt geweekvlogd. Ik ga even kijken wat ik allemaal in huis heb om te vreten. Oké, het is 1 uur en ik weet niet wat mijn oortjes zijn. Ik ga nu naar werk. Ik heb echt zo'n saaie week nu. Holy fuck. Sorry jongens. Zo. Mijn werkdag zit er weer op. Het is 4:30. Ik vond eigenlijk wel chill om lekker overdag te werken. Maar ik ben de avond vrij. Ik ga nu naar huis. Maar dan gaan we, ik weet niet of jullie het kennen, bij Easy heet het. Dan heb je een soort wok, noedels, rijst, whatever allemaal. We gaan vanavond eten afhalen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar. In Alphen aan de Rijn is dat. Volgens mij heb je hem ook in Leiden zitten. Oh, mijn camera gaat zo hard niet blijven staan. In ieder geval, ik had vandaag een andere route gedaan dan normaal. Omdat er heel veel van die route was. En het ging echt super goed. Want de route die ik moet doen, daar woon ik ook zelf. Dus ja, dan is het natuurlijk even een stukje makkelijker als een plek waar je de weg helemaal niet kent. Maar ja, ik ga verder vandaag niet doen. Verder staat er niet veel op de planning vandaag. Ik had vandaag dus eerst die week voor online. En er zijn echt meteen alweer super veel leuke reacties. Ik merk dat het goed bekeken wordt. Hallo, ik krijg gewoon voorrang op jullie hoor. Ik weet niet wat het is. Het is opeens super mooi weer. De zon schijnt helemaal en zo. Nou, dat vind ik echt top. Ik krijg een dikke trui aan en een jas. Maar voor mij mag die zon wel even blijven. Oké, ik ben nu thuis. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik kan vloggen, want ik doe gewoon niks. Het is echt een saaie week, want het is ook geen mooi weer of zo. Ja. Oeh, lekker. Ik ben benieuwd. Wij hebben met kipfilet, garlic saus, oedernoedels, paprika, champignon, bosui, bamboewortel, prei. Oeh, lekker. Ben benieuwd. Oh my god, ik word overbelicht door de zon, maar goedemorgen wel. Oh, wat is het? Ik lig heerlijk in de zon in mijn bed. Maar ik zie er echt niet uit. Ik ben echt net wakker. Maar het is donderdag vandaag. Ik ga vandaag weer niet veel doen. Misschien maar eens beginnen aan school. Want dat is echt heel erg nodig. Ik ga lekker een koffietje zetten nu. En lekker tv kijken om mijn dag lekker rustig te beginnen. Ja, vorige week was ik helemaal goed bezig met sporten. Weet ik het allemaal. Maar nu heb ik geweest vakantie. Geen schoolritme. Ben ik helemaal uit. Maar ik heb mezelf voorgenomen van oké, deze week heb ik vakantie. Prima. Volgende week ga ik wel weer even knallen. Voordat ik mijn dag kan beginnen, moet ik koffie. Moet. Wat lekker melk. Want ik maak altijd lekker een latte macchiato. Top.
Het is inmiddels 12 uur. Ik ben net uit de douche. Ik heb me even snel omgekleed. Ik ga even mijn lenzen doen, even wat make-up op. En ik ga zo meteen met Bo en Max naar Rotterdam. Super gezellig, super leuk. We weten nog niet of de winkels open is. Of open zijn. Ik kan die online vinden, dus we moeten nog even kijken. Zo, ik heb mezelf opgemaakt. Voor het eerst in tijden. Helemaal foundation en zo. Ik heb het echt zo lang niet op gehad. Ik ga even deze opsprayen. Dat is echt mijn fave de laatste tijd. Body Mist van Victoria's Secret. En zo, echt super lekker. Ik heb nog niks gegeten. Het is 12:30. Bijna. Dus ik ga even wat eten. Top is van de Bershka. Deze kreeg ik heel veel vragen over. Deze ketting is van Shine. Broek van de H&M. I don't know. I'm sorry guys. En bril. Oh mijn god. Mijn bril krijg ik heel veel vragen over. Mijn bril is van Most Wanted. Ik ga even twee crackers maken met witte kezen en serrano ham. Of hoe noem je dat ham? Ik heb ook nog een normale ham. Maar ik denk dat deze erin. Dat vind ik lekker. Nou, ik zit nu in de auto met mijn Maxim. Ja. Ik moet nog tanken. Ja, we gaan de verkeerde kant op. Niet. Nee, we gaan de goede kant op hoor. Nee, ik heb toch gewoon nog gratis. Oké. Okay. Maar ik moet nog even te. Oh, gaan we aan de kant op. Oké. Mijn batterij is bijna leeg. We zijn weg naar Rotterdam. Heb ik dat al gefilmd? Maxim! Maxim! Oké, dat gaan we nog halen. Dat kunnen we onderweg toch niet. Ja. Nou, we zijn er in Rotterdam. We gaan even een beetje winkels kijken. Als de winkels überhaupt open zijn. Volgens mij wel. En dan gaan we een beetje shoppen. Want de winkels zijn super mooi open. Ja, ze zijn toch wel open, hè? Ja, tuurlijk. Dus, nou, let's go. Oh, ik moet echt even mijn camera opladen. Ik ben in ieder geval thuis. Het is nu 7:15. Ik ga zo meteen lekker eten. Alle winkels waren open, maar we zijn geen één winkel in geweest. Want er stonden zo lange rijen voor alle winkels dat we dachten, nou hier gaan we echt niet op wachten. We hebben lekker McDonald's gehaald. Voor de verandering hebben we lekker McDonald's gegeten. Lekker in het zonnetje gezeten. Lekker door de stad heen gelopen. Was gewoon even gezellig om het huis uit te gaan. Maar nu lekker YouTube aan het kijken. Ik heb een foto gemaakt in Rotterdam en die heb ik net geplaatst op mijn Instagram. Volg je me nog niet op Insta? Vergeet me zeker niet te volgen. Het Sarah Verwoerd, you know. Vanavond ga ik naar Bo. Gaan we misschien even in de jacuzzi of zo? We zitten in de jacuzzi. Het gaat echt keihard stormen opeens. Het is helemaal donkere lucht gewoon. Ik ga die boom even filmen. Wel, ja. Ik zie er niet uit, maar het gaat helemaal stormen gewoon. Opeens, hè? Holy shit. Oh no. Oh no. En ik film trouwens even met mijn telefoon, want ja, mijn vlogcamera ligt binnen. Oké, ik ben inmiddels thuis. Ik ga even mijn make-up eraf halen. Zo, en lekker mijn bed in. Ik ga denk heel misschien nog even een serietje kijken. Een klein serietje. Dan ga ik lekker slapen. Dus de dag alweer. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is al 12 uur. Ik heb echt een beetje uitgeslapen. Dus gaan we dag begonnen. Het is vakantie en ik wilde eigenlijk nog dingen aan school doen, maar daar ben ik helemaal niet aan toegekomen. Het is echt pleuris weer. Gadverdamme zeg. Wat is dit vies. Ik ben even daar koffie aan het zetten en kijken wat ik ga eten en wat ik ga doen. Oké, het is inmiddels 4 uur. Ik heb me klaargemaakt voor mijn werk. Ik heb vandaag niks gedaan. En die is welkom ophalen en dan gaan we. Ja, ik ben echt net 1 seconde geleden wakker. Het is 11 uur en ik wil vandaag denk ik shoplog gaan opnemen. Het is op zich wel mooi weer. Maar ik ga eerst, allereerst, een koffietje zetten. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb nog niks gegeten, alleen die koffie. Dus ik heb hier een lekker gezonde bol met handsinaasappels en druifjes. En ik heb dus net een video opgenomen van de shoplog. En ik ga hem nu editen, want ik wil hem morgen online hebben. En vanavond ga ik gezellig Isabel en Bo taco's maken, taco's eten. En daarna gaan we naar een vriend, gaan we lekker zuipen. Want ik had natuurlijk 1 maand alcoholvrij gedaan.
Ik heb het helemaal niet verteld. Ik was een maand alcoholvrij. Ik wilde een maand uitproberen om niet te drinken. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik ga het nooit meer doen in mijn leven. Maar vanavond om 12 uur mogen we weer drinken. Dus, can't fucking wait. Oh mijn god. Hele hoop kleding van de shoplog. In ieder geval, ik word nu opgehaald door Bo. En dan gaan we snel even boodschapjes doen voor vanavond. Ik ben bezig met de video edit. Het gaat goed. Ik denk dat hij morgen wel online komt. Maar ik ben... Oh mijn god. Mijn oorbel valt gewoon uit. Ik zit inderdaad met mijn sussie. Oh, ik kreeg comment dat ik alleen maar naar mezelf kijk. Maar nee, moet jij inderdaad echt in de lens gaan kijken. Ja. Dat is echt heel kut. Maar we gaan dus weer boodschappen doen. Lekker taco's, spulletjes halen. Oké, okay, het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb de video helemaal afgeëdit en ingepland voor morgen. Het is ondertussen 6:30 en ik ga deze spullen niet opruimen. Want ik ga nu snel mijn slaapspullen pakken, want we slapen dus vanavond bij Dylan. Want we mogen eindelijk weer zuipen. Yes! Ik kan echt niet wachten. Ik denk dat het echt fucking hard gaat inslaan, omdat je natuurlijk gewoon een maand niet gedronken hebt. En dan opeens gaat drinken, dat is echt heftig. Dus ik ben heel erg benieuwd naar vanavond. Maar ik ga dus even heel snel mijn spulletjes inpakken. Dan ga ik naar boven en dan gaan we lekker taco's eten. Stuur dan een foto dat ze allemaal dingen had voorbereid. Zo schattig. Kijk hoe leuk. Oké, lekker. Yummy. Wat goed. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Allemaal lekkere dingetjes. Nou, we hebben nog steeds... We hebben geen planning meer, want we zouden dus eerst naar een vriend gaan. Maar dat gaat dus niet meer door. En nu weten we gewoon niet wat we moeten doen. Nu zijn we echt hier zagrijnig. Al op ons telefoon niks te doen. En we willen wel zuipen, maar we willen niet met z'n drieën. Nee, want we hebben geen zin om met z'n drieën te zijn. Een beetje gezellig. Hij is. Ja. En wat zegt hij nu? Ja, joh. Dat heb ik al gezegd. Ik heb met een video aan het uploaden, maar hij verwerkt maar niet. Ik heb me helemaal geflikt. Allebei vloggen. Helemaal geflikt. Want we gaan naar de... Oh, moet ik deze vergeten. Laat hem zien. Nee, want ik eindelijk mogen we weer zuipen. Nou, ik heb wel moeten. Oh nee, en de wijn. En de wijn en de 7-up. Hallo, ik ben aan het vloggen. We zijn aan het vloggen. Maar we gaan dus naar Dylan, naar een vriend. En dan gaan we zuipen, slapen, hup. Ik ben zo blij dat ik eindelijk ben aan het drinken. Oh my god. Dus. Nou. Morgen het is zondag. Het is alweer 4:30. Was zo brak, niet normaal. We hebben bij Deel geslapen hier en we gaan nu snel een bloemetje halen. Mijn opa en oma zijn 60 jaar getrouwd. Kut. En dat moet ik snel halen. Maar we weten niet waar de bloem kunnen halen. Jawel, bij de intertuin gaan we bloemen halen. Oh, oké. Maar okay. We gaan nu even spullen bij Deel. We gaan nu even, waar we gisteravond zijn we uiteindelijk naar een vriend gegaan. En daar hebben we allemaal spullen laten liggen. Mijn armbandje ligt daar, terwijl ik weet echt niet hoe mijn armband... Het is ook heel heet. Heel heet. Ik had een airco'tje. Ja. Oh. Oké, nou ja. Ik smeek je nu al. Oké, we gaan een bloemetje halen van mijn oma, opa en oma. En ik heb net Bo net aangereden. Even een hele mooie. Ja. Een hele mooie. Nee, dit is niet zo groot. Doe ik zo. Nee. Ja. Ja, die is wel heel mooi. We zijn inmiddels bij mijn opa en oma geweest. We hebben lekker taart gegeten. We zijn nu een frietje aan het halen. We gaan zo pizza eten. We gaan weer gaan pizza eten, maar we hebben toch even zin in de patat. Ja. Yeah. En dat, je moet het hier aan het raam afhalen. Isabel is er trouwens ook nog. Heel jongens. Ze zit alleen in de auto. Hallo. Wat is er? Ik zeg even dat jij hier bent. Hallo, kijk, schatten. Dit is lieve vloggerkijkers. Ik heb een stuk meegekregen van mijn oma, dat het zoveel was. Ja. We hebben een patatje met mayo, joppie en ketchup. In één bakje? Godver. Ja, ze keken ook echt. Ketchup. We zitten nu lekker buiten met een wijntje. En we zijn lekker aan het kaarten, gezellig. Met Isabel en Bo, mijn vader. We hebben lekker de kachel aan.
En neemt de resolutie af of zo? Kijk, lekker kachel met een pizza. Ik heb pizza aan. Woesh. Eindelijk. Lekker hoor. Lekker met de pizza girl. Lekker hoor. Het is inmiddels avond, we hebben echt super lekker gegeten. Ik ga lekker in bad, denk ik, of zo. Dus ik ga hierbij ook even de vlog afsluiten, want ik ga toch echt niks meer doen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Vond je de vlog nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En natuurlijk, als je een vraag hebt, kun je altijd een reactie plaatsen. Oh, en vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Sarah Verwoerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!